De verbinding controleerde duurde heel erg lang. Dus internet is gewoon heel erg traag of er is iets anders aan de hand. Maar ik hoop dat jullie me kunnen horen. Een hele fijne zaterdagmorgen. Middag is het voor jullie. Voor mij is het 11 uur. Dus voor mij is het nog morgen. Maar voor jullie is het denk ik middag. De meeste in ieder geval. En een apart tijdstip voor mij om live te komen. Ik ben natuurlijk heel vaak samen met Wilanda. Maar ik vond het wel leuk en ik zit erover na te denken om een soort live, een soort serietje op te nemen over off-grid leven. Over ons off-grid leven, waarom bepaalde dingen doen, over van alles wat er in ons leven speelt. Nou dat, ik dacht ik ga eens kijken of dat er mensen zijn die het leuk vinden om daar meer over te horen. En ik heb ook nog geen vast tijdstip of iets in gedachten, maar ik ben gewoon wat aan het proberen. Dus jullie gaan me vanzelf wel weer zien en als je een idee hebt dan laat het me weten wat jij een fijn tijdstip vindt. Maar voor vandaag dacht ik spontaan, ik ga het nu proberen. Hé, hey, meisje, wat is er? Waarom is het op de computer van die liedjes die we gisteravond ook luisterden? Nee, jullie gaan lekker buiten spelen. Of binnen. Of binnen, dat kan ook. Ja. En ik heb internet nodig, want wij hebben een heel instabiel internet. Dat is een dingetje off-grid. Dan is internet niet altijd super stabiel. Dus het is altijd even passen en meten wie wanneer op internet kan. Ik dacht vandaag is het leuk om jullie iets te vertellen over waarom wij hebben gekozen voor een off-grid leven. Het allereerste zaadje werd geplant door ons buurjongetje in Oostenrijk. Heel veel jaren terug. Hij was volgens mij toen een jaar of 5. En hij kwam naar ons dochtertje toe met een plantje uit de tuin. En hij zei tegen haar, die blaadjes die kan je eten, die zijn heel erg lekker. Maar dat was volgens mij een knopje wat er aan zat, dat moet je niet eten want ik krijg je buikpijn van. En toen ik hem dat hoorde zeggen met 5 jaar, toen dacht ik, hoezo weet ik dit niet? Hoezo weet een jongetje van 5 dit wel en ik niet? Waar heb ik iets gemist? En toen dacht ik, hoe mooi is het als je je kinderen met die wijsheid kan laten opgroeien. Hoe mooi is het als je gewoon in de natuur kan leven, dat je precies weet van welk plantje je wat kan eten, waar het voor dient, wat je ermee kan. Dat was het allereerste zaadje wat bij ons geplant werd. En dat is vele jaren later heeft dat geresulteerd in dat we nu off-grid wonen en dat we heel erg ons best doen om dat soort dingen te leren. Maar het is ook best een heel lang en groot leerproces, want wij hebben natuurlijk geen mama, oma die ons vertelt, nou, zo zit het, dat kan je eten, dat kan je daarvoor gebruiken. We zijn ook nog eens in een nieuw land, dus dat is dan weer heel anders dan plantjes en kruiden in Nederland. Dus dat is een uitdaging die we samen met onze dochter aangaan en waar we de komende jaren heel veel over hopen te leren. Dus dat was de allereerste reden dat wij voor een off-grid leven hebben gekozen. Dat was het zaadje wat geplant werd. Nou, de tweede, dat is een wat recentere reden, dat we echt wel meer tijd voor onszelf wilden. We wilden niet leven om te werken. In Nederland hadden we dat al bedacht. Van nou ja, is dit het leven wat we willen leven tot ons pensioen? Toen trokken we al de conclusie in 2014 van nee, dit is niet hoe dat wij ons leven voor ons zien.
Toen zijn we natuurlijk geëmigreerd naar Oostenrijk. Deels hebben we daar wel gevonden waarom we weggingen. We wilden en dichter bij de natuur en meer tijd. We wilden avontuur. Nou, dat is allemaal wel deels gelukt. De natuur en dat avontuur zeker. Meer tijd voor elkaar. Niet helemaal. Want doordat... In eerste instantie ik heel veel werkte toen we ons huis aan het verbouwen waren. Was ik natuurlijk weinig thuis. Toen werden de rollen omgedraaid. Kwam Lin, was ik thuis. Maar daarvoor moest Erwin dus heel veel werken. En ja, er bleef heel weinig tijd over om samen te genieten van onze dochter. En dat was wel een hele grote reden ook. Waarom we het anders wilden doen. Niet per se off-grid, maar anders. En toen zijn we gaan nadenken, brainstormen. Oké, hoe kunnen we dat realiseren? En toen kwamen we wel bij een off-grid leven uit. Want onze redenatie was, als je heel veel dingen zelf hebt, heb je ook weinig vaste lasten. Zo hebben wij eigen water, eigen stroomvoorziening, onze eigen afval van of afvoer van afvalwater. We hebben een hele grote moestuin. We hebben dus heel weinig vaste lasten en daardoor is de noodzaak om heel veel geld binnen te krijgen niet zo hoog en hoeven we dus ook minder hard te werken, minder vaak te werken, waardoor we meer tijd voor ons als gezin overhouden. Dus dat was ook wel een hele belangrijke reden. En dan de derde reden, die voor ons ook wel heel erg meewoog, was minder afhankelijk. Wij vinden het super, super fijn dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor ons leven, dat we de regie daarover hebben, dat we zijn ons heel erg, doordat we alles zelf hebben, zijn we heel erg bewust van hoeveel stroom we verbruiken, hoeveel water we verbruiken, want onze waterput die brengt maar zoveel per uur op. We hebben nog nooit zonder gezeten, maar het zijn wel dingen waar je over na gaat denken. En datzelfde met stroom. Ja, in de winter is de opbrengst natuurlijk veel minder dan in de zomer. Maar daardoor zijn we ons heel erg bewust van nou ja, wassen we vandaag wel? Zetten we de oven vandaag aan? En nu denk je van, wat heeft dat dan met onafhankelijkheid te maken? Nou, in zoverre... het nadeel is natuurlijk dat we op moeten letten, maar dat vinden wij niet erg. Wij vinden het juist heel fijn om ons bewust te zijn van wat we allemaal verbruiken. En daarmee dus ook nou ja, toch wel heel bewust bezig te zijn met de natuur. Maar we zijn ook niet afhankelijk dat als de overheid of het stroombedrijf besluit om de prijzen omhoog te doen, omdat, nou ja, wat er dan ook aan de hand is in de wereld, dat wij geconfronteerd worden met hogere prijzen. Wij hebben één keer een investering gedaan en natuurlijk heb je te maken met slijtage en komt over weet ik het hoeveel jaar komt er, nou ja, een vervanging of onderhoud of nou ja, wat dan ook. Maar we hebben het zelf in eigen hand en dat voelt zo ontzettend fijn. En dat is hetzelfde met onze moestuin. We zien nu in de supermarkt hoe hard de prijzen stijgen. En wij zien ook om ons heen dat daardoor mensen ofwel in de problemen komen of nog weer een extra baantje erbij moeten nemen om nog gewoon rond te kunnen komen. En nou ja, die druk hebben wij dus veel minder doordat wij heel veel hebben uit eigen moestuin. En dus veel meer hoeven kopen in de supermarkt. En natuurlijk zijn we er nog niet. Dit is een proces wat ook echt wel jaren met zich meebrengt. Maar nu merken wij al hoeveel minder we uitgeven in de supermarkt. Dus die onafhankelijkheid, dat was ook echt een hele belangrijke voor ons om te zeggen van, nou, wij willen gewoon ons eigen off-grid leven inrichten zoals dat wij dat voor ons zien. Nou, dat waren denk ik wel drie belangrijkste redenen.
Vind je het nou leuk om wat meer te horen over ons off-grid leven? Waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt? Waarom we bepaalde dingen wel doen? Waarom we bepaalde dingen misschien niet doen? Nou ja, dat. Of denk je van nou, ik zou ook wel willen emigreren. Mijn leven helemaal anders willen inrichten. Ik weet alleen niet hoe ik dit moet gaan doen. Ik heb zoveel vragen. Aanstaande maandag geef ik samen met mijn buurvrouw, die dus ook off-grid woont, een informatieve Zoom over ons eigen leven. We beantwoorden heel veel vragen van mensen. We hebben heel veel vragen ingestuurd gekregen. Mochten er vragen zijn, kan je die ook altijd nog stellen tijdens de Zoom. Vind je het leuk om daarbij te zijn? Stuur me even een berichtje, dan... Nou ja, dan kan ik je daar meer over vertellen. Maandagavond om 8 uur Nederlandse tijd. Dus 7 uur mijn tijd, maar dat mag je vergeten. 8 uur Nederlandse tijd geven wij een Zoom. Stuur me een berichtje als je daar meer over wilt weten. En vind je het gewoon leuk ter inspiratie. Meer horen over off-grid. Meer horen over leven in het buitenland. Portugal in het specifieke natuurlijk. Volg me dan lekker op Instagram. Ik hoop je de volgende Zoom weer te zien. Of de volgende live. Ik weet nog niet wanneer die is. Ik ben aan het proberen wat ik zei aan het begin. We gaan zien hoe het verder zich ontwikkelt. Nou, ik wens jullie een heel fijn weekend. We zien elkaar snel weer. Doeg, doeg!